mensen, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Suus & Friends. Vandaag beginnen we met waarom ik in vredesnaam. Ja, Ambra, je bent in de video. Leuk hè? Ja. Oké. Waarom ik in vredesnaam op maandag een gewone video upload? Nou, ik heb een nieuw uploadschema bedacht. Waarschijnlijk ga ik me er niet aan houden, maar ik heb het gewoon bedacht. En, nee, sorry. Dat is dat ik op maandag een video van een spel upload. Dus het kan Star Stable zijn, kan Alicia zijn, kan Minecraft zijn, kan Space Hotel zijn. Kan echt van alles zijn. Soms ook op andere computers. Dus, ja. Dan zeg ik het er meestal ook wel bij. Op woensdag komt er om de week een update check. Dus de ene week wel. Dan weer niet. Dan weer wel. Maar dan komt er ook een update check als ik het gewoon een hele leuke update vind. Want als het goed is komt er deze woensdag komt er een Valentijn update. En die wil ik wel doen. Dus ja. En op zaterdag komt er natuurlijk een gewone Star Stable video online. En op zondag zou zomaar een video online kunnen komen. Dus soms wel, soms niet. Soms 3 weken achter elkaar, soms weet ik veel. Je bent al een minuut in de video. Ik heb een beetje chat, lekker bijna 2 minuten zelfs. Goed. Haar club die heet dus Shadow Sister Riders. Maar ik had gevraagd van, ja, heet je club zo omdat dat een beetje met mijn club te maken heeft of omdat het toeval was? Dan weet ik niet precies wat ze bedoelde met haar antwoord. Maar Ambra, dan moet je dan maar eventjes onder deze video zetten wat je precies bedoelde. Want het was een beetje een rare zin. En ja, dat klopt. Ik heb de naam van mijn Shire veranderd naar Big Guardian. Want het zou een beetje zonde zijn als ik hem helemaal opnieuw zou kopen. En nu heb ik de 303 Starcoins rip. En vandaag gaan we alleen niet alleen maar het nieuwe uploadschema benoemen. Want ik ga mijn nieuwe trainingsroute laten zien. Ja, vind ik ook stomme hackers. En de vorige keer dat ik dat liet zien was ik geen stalrijder en was de kerstmarkt er. Nu is er dus geen kerstmarkt, want het is februari. En ja, ik ben stalrijder. Dus ik ga jullie mijn trainingsroute laten zien. En ik zet er ook bij van in welke groep het valt. Van trainen tot aan dagelijkse klusjes bijvoorbeeld. Dus ja, veel kijkplezier.
They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Yeah.
Versneld gezien, maar voor mij duurde dit gewoon meer dan een uur. Gewoon echt best wel lang, anderhalf uur of zo. Maar na die anderhalf uur trainen is je paard de eerste dag wel level 6,5. En als je je paard snel wil uittrainen, kun je de lange route doen. Maar je kunt ook, waar ik het heb aangegeven natuurlijk, andere dingen gaan doen. Maar ik wilde eigenlijk de rest van mijn dagelijkse routine ook laten zien. Maar dat gaat een beetje te lang duren, want ik moet ook zo meteen stoppen. Dus misschien kan ik dat ooit nog wel als andere video maken. Maar ik denk niet echt dat dat extra boeiend is.
Dus ja, dat was mijn trainingsroute. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Want we hebben ondertussen bijna de 70 abonnees. En zoals jullie al lang weten, bij de 100 abonnees een superleuke video. Dus bedankt voor het kijken. Doei!